The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. It's funny, 6'9", Torito Guba. Was toen helemaal in, man. Ja, zit ook best wel lekker, weet je. Maar zit zo'n. Ja, moet je kijken. Het is een fucking regenboog of gek. Niks dat ik denk, game. Ja. We gaan even een lekker patatje halen, man. Ik vind dat ik dat wel verdiend, weet je. Normaal gesproken eet ik eigenlijk 2 keer per dag. Maar vandaag doe ik 3 keer. Ik even, nu even daar wat zwaarder moet zijn, omdat ik even een tukje wil gaan doen, weet je. En dan doe ik ook weer gelijk even een half uurtje lopen. Maar omdat ik toch wel weer mijn ritme aan wil houden, snap je. Deze motherfuckers hier boven voor me zijn. Gekleurd allemaal. Kijk man, ik denk gewoon dat je met een lekker milkshake en zo. Naast me. Mijn pasje, hè? Heb ik die nog? Hè? Ja, die heb ik hier. Ik heb ook een mondkapje. Gooi deze. Zijn we even in de plullenbak. En dan gaan we even de hort op, man. Ik zie je wel. Dus het patatje ging niet door. Op onderweg kreeg ik in één keer een bedenkenis. Hoe is dat iets, man? Gewoon dat je in één keer zo'n ingeving krijgt dat je eigenlijk denkt, weet je. Bedenkenis. Soms sta ik terecht van te kijken wat voor woorden waar we moeten. Dan verzin ik gewoon op plek wat. Maar dat is altijd wel grappig. Ja, de bedenkenis die ik kreeg is om naar de Turk te gaan. Net. En om hartjes te halen en lever, weet je. Omdat ik toch voel dat mijn lichaam dat nodig heeft, man. Organen van een dier. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een stukje rundervet erbij gehaald om in te bakken. Dat doe ik de laatste tijd tegenwoordig. Ik heb zo op volgens mij is dat Instagram of zo, man. Volg ik zo'n mannetje, weet je, Liver King. En die eet dan altijd lever en beenmerg. Ik heb dat even een tijdje geprobeerd, maar ja, dat is goede shit, man. Leer je veel van, man. Hij zei dus op een gegeven moment van ja, alle alfa dieren in het dierenrijkdom, weet je, die gaan altijd als eerste. Als ze hun prooi hebben gejaagd, gaan ze altijd eerst af op de lever. Omdat die, zeg maar, vol met voedingsstoffen zit en zo. Ja, het is een beetje donker, hè. Dat komt omdat we alweer een paar uurtjes verder zijn. Omdat mijn batterij die ging vanmiddag op. Ik denk, ik ga naar buiten met 24%. Maar het heeft niet echt lang geduurd. Dus ik heb ondertussen heb ik die dingetjes gebakken en even gegeten, weet je. Ik heb geprobeerd een wrap te maken van spinazie en 2 eitjes. Maar dat was niet zo heel erg goed gelukt. Maar dat is niet zo erg. Even kijken, waar ga ik nu lopen? Ik denk dat ik gewoon zo recht doorloop en dan zo'n ommetje in het winkelcentrum. Maar ja, jullie kunnen me horen. Dat is belangrijk. Het regent ook een beetje miezerig, weet je. Dus mijn telefoon die... allemaal druppels op mijn shit. Trouwens, een nieuwe telefoon halen, man. Ik heb hem zo vaak laten vallen. De zijkant, die zijn helemaal eraf. Het is ongeveer een beetje pijn als je het in je hand hebt, weet je. Laatst kreeg ik ook zo'n sneetje, dus dat is niet goed, man. Maar ja, in ieder geval. Ja, toen heb ik even geprobeerd een dutje te doen. Maar dat lukte niet zo heel erg. Ik had wel mijn ogen dicht, maar ik was gewoon nog wel, ja, een soort van aanwezig, man. Toen werd ik soort van wakker na een half uur.
Maar omdat ik vannacht niet heb geslapen, vanaf 9 uur 's avonds, dacht van ho, we gaan nog eens heel even die ontspanning erin brengen. Dus ik heb zeg maar, om dat te doen, doe ik meestal zo'n meditatie, weet je, van hier, zo, vuurwerk man. We zijn hier echt vroeg bezig met vuurwerk, even tussendoor, weet je. Zeg ik nou, oh ja, meditatie, focus worship. Mooi maar checken, zo'n piano instrument, weet je. Duurt ongeveer 36 minuutjes. Nou, dan doe ik mijn ogen dicht en dan ga ik zeg maar, hoe noem je dat? Zo'n body scan doen, weet je. Dan maak ik zeg maar zo van contact met mijn lichaam. Breng ik eerst spanning in, dus zeg maar, dan beweeg ik. Het eerste wat ik doe is zeg maar mijn ogen dicht en dan ademhaling, weet je. Even daarop letten. En dan doe ik de omgeving, weet je, de energie van de omgeving. En hoe ik op de bank lig, de kleren die ik aan heb, hoe ik ze voel en zo, weet je. Nou, dan begin ik bij mijn voeten, meestal is het de rechtervoet, en dan knipper ik die zo, weet je, met mijn tenen, of ik draai een keer zo met mijn voet, en dan heb je de beweging in, en dan leg je hem stil, en dan ga je bij de teen beginnen, dan ga je al die tenen af, weet je, met je hoofd, dus je maakt contact met je hoofd op je lichaam, en dan zeg maar, ga je overal langs, weet je, en dan kom je steeds omhoog. En dan kom je bij je kuit, nou, dan span je die even, weet je, en dan doe je die weer los. En dan kun je dat ook voelen. En dan ga je helemaal naar boven, dan ga ik naar mijn bil, dan ga ik naar mijn ballen zo, weet je. Nou, doe ik die andere been. En dan ga ik ze gewoon een soort van helemaal naar boven. Maar je voelt ook echt die ontspanning erin komen, weet je. Dus je vult je eigenlijk zeg maar, met die energie. En je ontspant hem gelijk. Dat is wel. Maar als je de tijd niet hebt gedaan, wat ik dus net had, wordt het wel een beetje moeilijk, man. Vooral als je helemaal naar boven komt bij je hoofd, dan zie je, voel je echt die spanningen zo, zeg maar. En dan moet je wel even doorzetten, weet je. Ja, het is ook kut als zeg maar iemand jou stoort, zeg maar, tijdens die meditaties. Gaan lopen tikken op de muur en zo, je weet toch. Gaat die wisselwerking weer heen en weer. Dus ja, daar struggle ik soms mee, weet je. Maar goed, ik voel me wel gewoon chill. Daar gaat het om. En ik ben weer buiten, ik ben weer aan het lopen, man. Ik had vandaag al 15 kilometertjes op. Voor 10 uur 's ochtends. Meer zelfs, man. Dan heb ik ook nog gefietst ook. Ik loop veel, man, naast tijd. Heb ik wel echt gemist, weet je. Want dat bewegen bij mij was echt ver te zoeken. Echt, ik had gewoon geen puff voor. Was zo moe. Er zat gewoon geen beweging in, weet je. En nu weet ik waarom dat allemaal komt. Met dat energiegedoe en dat... Weet je, ja, dat is zo in, dat blijft zo interessant, jongen. Maar daar ga ik over een andere keer nog wat meer vertellen. In een ander filmpje, waar meer licht is. En dan kan ik misschien dat tekenen of zo, weet je. Dan moet ik een beetje visueel. Ja. Even kijken hoor. Maar als ik nou zeg maar zo rechtdoor loop. Of zal ik dat niet doen? Want hoe laat is het nou? Maar even koekloeren, weet je. Het was 6:30 toen ik keek. Dus ik ben al toch gewoon een half uurtje aan het lopen, weet je, bijna. Romantisch, man. Ik keek echt daar naar binnen, in dat huis. Zag het zo, zat het was veel licht, weet je. Nog een oud vrouwtje en een oud opaatje. Gewoon samen daar zitten eten. Wel romantisch, man.
komt wel wat hebben, weet je. Ik vind het jammer, man, dat ik gescheiden ben ergens toch wel. Ook al heb ik er zelf voor gekozen, weet je. Ik had altijd, ja, dat was altijd mijn droom geweest om diamant te halen, weet je. 60 jaar getrouwd. Maar ja, het gaat zoals het gaat, man. Ook wat ik nog wel een keer met jullie wil delen, man, maar niet nu, man. Ik wil daar even, het gaat zo diep, weet je. Daar komen we dan, waarschijnlijk dan ook emoties bij je en zo. Dan gaan we bewaren voor een andere keer en zo. Krijgen jullie het ook een keer van mijn kant te horen, hè? Want het is allemaal, hoe zeg je dan? Ja. Het is een beetje kloot hoe het gegaan is. Maar ja, ik heb uiteindelijk heb ik mijn ballen bij elkaar geraakt. En ja, het was gewoon de tijd, weet je. Ik moest er wel naartoe werken, hoor. Dat wel. Maar het is me gelukt. En ik moet nou schijten, man. Kut, sorry. Oh, sorry voor mijn woorden, man. Maar wat gaan we nou doen? Gaan we doorlopen of gaan we terug? Want, doorloop. Ja, wat gaan we doen, man? Dit is best wel kloot, eigenlijk. Hoe is het, jongen? De laatste tijd heb ik dat heel erg. Ga ik de deur uit en ik pas dat ik moet scheiden, man. Wat gaan we doen, joh? Ja, dit is gewoon rauw, weet je. Rauw tegen, man. Ja, hier, hoppa. Ik ga wel gewoon weer teruglopen, joh. Want, gezaak allemaal, man. Schrijf daar ook in het boek en doe morgen zo. Ja, dat gaan we niet doen. Ze lopen maar gewoon weg, goed. Gezeikeld, man. Ja. Gewoon rauw, weet je. Ik ben gewoon mezelf. Veel mensen kunnen dan niet durven dat niet te zijn. Mezelf. En terwijl gewoon iedereen moet schrijven, weet je. Het is best wel raar. Iedereen moet die shit doen. Tenzij je gaat vasten. Dan je schrijft ze helemaal. Dat is zo raar, jongen. Ik heb dat een keer gedaan, weet je, zo. Watervast, ja, er komt wel vocht uit en zo. Maar echt dat vaste, vaste schijt en zo. Dat is zo raar. Ik heb zo vasten en bidden gedaan, weet je, van helemaal bang. 10 dagen lang, gewoon vloeistof. Pak je water, theetje, bouillonnetje, sappie, zo, weet je. Maar na 3 dagen, ja, komt er gewoon niks meer uit, man. Dat is zo raar als je gewend bent om elke dag te schijten. Maar ja, het was een hele mooie ervaring, man. Je komt echt vrij, man. Maar het was wel pittig. Ga niet voor je liegen, man, de eerste paar dagen. Het was wel pittig. Ja, hoofdpijn en zo. Dus, ja. Camp, hier is die bus waar Campy in zit. Buschauffeur, neem me terug naar toen of zoiets, weet ik veel, man. Ik ga het voor je zetten, man. Is wel leuk, een clipje. De chauffeur rijdt die walkie achteruit. Terug naar toen, mama's kind zo klein. Alles was beter, alles was geregeld. Dat was maar een beetje, we hadden wel te eten. Mama gaf de liefde aan alle van ons 7. Mama deed de best als families buiten beentje. Ik voel de pijn, als ze weer eens vast komen te zitten. En mama thuis binnen toch niet blijven. Breng me terug naar toen, toen was het echt. Nu lijkt het nef, een glimmer en glitter. Clip DMF, zet hem op baby. Zoveel stress, breng me terug naar toen. Voor de dagen van de jaloezie, omdat ik het heb geflikt als Kimpy. Voor de break op met Fibber en de PS. Trans, breng me terug naar Kimpy in de BS. Yes. Campy, die ken ik persoonlijk, hè. Dat is, ik kon hem nog voordat hij bekend was, man.
kende eigenlijk eerst zijn broers, Gregory en Gregson. Want ik werkte toen bij Schuit, maar kon die daar werken. En toen zei ik van, ja, ik ken die en die. Hij zei, ja, dat zijn mijn broers, man. Gozer had nog nooit gewerkt in zijn leven. Het was het eerste baantje, zei hij. De helft van zijn leven had hij vastgezeten. Ja, lijkt me ook kloten, man. Maar ja, aan de andere kant, je doet weer hele andere ervaringen op, weet je. Maar ja, wel leuke clipjes geschoten. Je hebt ook veel tijd om na te denken, man. En om te schrijven en al die shit en zo. En om te visualiseren, weet je. Dus enigszins heeft hij dat wel kunnen doen. In die tijd dat hij vast zat. Ja, Kemperveen. Hij had wel een paar goede pokkers, man. Dat wel. Toen die tijd. Die shit was echt aan. Toen ging ik net weg hier zo. Toen werd hij bekend. En luisterde ik nog naar die CD. Ik ging toen naar Zoetermeer. En toen kwam er zo'n matje van mij. Ik kwam in één keer met zijn poepje, man. Hij zegt, dit moet je luisteren, man. Campertje. Dat was echt grappig, man. Ik had die CD toen van hem gekregen. Was, ik weet niet meer, man. Van Basta. Die DJ, weet je. Lijpe Bas. Ja, joh. Waren leuke tijden, man. Campy slim, man. Of tenminste uitgekookt. Net als wat hij verkoopt. Hij deed dan zeg maar, wat was dat ook alweer, man? Deed hij, hij deed van een balletje drie balletjes maken. En dan verkocht hij dan voor een donnie, weet je, per stuk. Drie tientjes. In plaats van 20 of 25. Dus die Bori van gewoon één zo'n balletje, weet je. Dan maakte hij drie balletjes van een tientje. Mannetje was slim, man. Slim mannetje. Maar ja, we waren allemaal tijden van vroeger, weet je. Ik weet niet of ik daarover moet gaan praten. Ik zet hem nou weer ergens in een bepaald spotlight. Maar ja, aan de andere kant, hij was ook daar bekend toen, weet je. Hij was de boy. Hij is Grandma. Grandma boy. Dus ja. Dan vraag je er ook. Het is gewoon toevallig dat die bus langs kwam. En ja, hij mij gewoon die associatie heeft gegeven, weet je. Buschauffeur, rijd die wakkie achteruit. Kemperveen. Rasta, man. Ja, ja. Nou, gaan we even nog een klein stukje lopen. Ik schaal er even uit, ik zie jullie zo.